Mijn moeder speelt piano. Mijn vader speelde ook piano niet zo heel goed. En ik heb dus bij ons altijd een piano in huis gehad. Waar ik altijd heel erg veel op heb gespeeld. En ik heb lessen gehad. Toen ik 7 was, begon je dan een blokfluitles. En als je dan 9 was, dan mocht je een eigen instrument kiezen. En toen wilde ik harp, maar dat hadden ze niet bij ons op de muziekschool. Toen heb ik piano gekozen. En zo is het komen. Mijn vader die was iets meer van Nederlandstalig repertoire vroeger in zijn ouderlijk huis. Maar mijn moeder was wel een enorme Beatle-fan. Zij waren met z'n vieren thuis, kinderen. En zij kochten dus Beatles-platen. Op het moment dat ze uitkwamen, dan stonden ze ook echt zo met een zweterig hoofd zo in die... Weet je, vroeger ging dat volgens mij twee van die dingen, toch? Tegen je oren. Te luisteren in het hokje bij de platenzaak. En dan, dat rouleerde dan ook, want die platen waren, weet ik veel, 22,50 of zo. Ja. Dus er was een godsvermogen in pakweg 1966. Dus dat kochten ze dan en dat rouleerde. En die vier kinderen draaiden die platen helemaal grijs thuis. En zongen dus ook alles, tweestemmig, driestemmig. En die platen heb ik ook allemaal nog, met stickers van de namen. In dit geval staat vaak de stickers van mijn broer van moeder, J. de Vries. Dat er nog zo op. Die bewaar ik ook. Ja, ik ben opgegroeid in de buurt van Winschoten in Noordoost-Groningen. Ging naar school. En toen was ik in 94 klaar met school. En iedereen ging naar Groningen van mijn vriendengroep. Maar ik wilde eigenlijk los van de dynamiek van die vriendengroep. Want dat is nou helemaal, ja, dat groeit dan in 3, 4, 5 jaar zo. Dus daar wilde ik los van. Dus ben ik naar Amsterdam gegaan. Ook eigenlijk met name voor de muziek. Dat was dan, het excuus was dan, ik ga studeren. Maar dat heeft kort geduurd. Dus toen heb ik muzikanten gezocht. En toen ben ik een bandje begonnen. Dat heette Redivider. It's not her that's going out now. It's not her crying on the clips in her hair. Daarmee hebben we 3 jaar, 4 jaar gespeeld. Hebben we de Grote Prijs van Nederland omheen gewonnen. En best wel een paar tv-dingetjes gedaan ook en zo. Dat was best leuk. Mannen, hoe is dat nou ontstaan? Zit je dan op de bank op een dag en je denkt, we gaan een bandje beginnen en we gaan een naam bedenken en, oh ja, Redivider. Ja, dat is min of meer hoe het gaat, ja. Hoe kom je daarop? Nou, dus ik was nogal op de feitjes vroeger en op Guinness Book of Records en er stond in dat het langste Engelse palindroom Redivider was en dat vond ik wel geinig. Tot op een gegeven moment hadden we een plaat gemaakt en toen was eigenlijk de band artistiek gezien al een beetje uit elkaar aan het vallen. Liep voor geen meter en toen dacht ik van, dus dan voelde ik ook meteen, dacht ik van, het is niet het moment om daarbij te blijven. En toen werd ik gevraagd om met Johan te komen spelen. En dat vond ik wel heel tof en spannend. Ik kende eigenlijk niet eens de band goed of zo, maar ik wist wel dat het iets was. En met de jongens gaan spelen, toen hebben we Pergola gemaakt. In 2001, wat dan gezien wordt als een soort van eikpunt in de Nederlandse alternatieve gitaar, rock. Overigens, alle credits naar Jacco, want Jacco de Geeuw die heeft die plaat helemaal in elkaar gezet eigenlijk, maar wij hebben hem wel ingespeeld. Toen ben ik bij Daryl M gaan spelen, wat ook een soort van household name in de indie wereld is. Maar ook een beetje aan de eindfase wel. Die hadden eigenlijk hun legendarische 2 platen al voor mij gemaakt. Maar toen hebben wij nog Don't Stop nog gemaakt. En dat ging toen uit elkaar. En toen ben ik bij Elton Damme gaan spelen in de band. Heel veel leuke dingen mee gedaan. Want ja, zij speelden natuurlijk op de parade en op Oerol en weet ik veel. Dus dat was super geinig dat we gewoon overheen gingen. Wij waren echt heel duidelijk haar backing band. Waardoor op ons eigenlijk, ja, was voor ons gewoon een soort speeltuin. Was voor ons gewoon, ja, altijd... Ja, in principe, wij hoefden nooit iets, weet je. We hoefden alleen maar gewoon te spelen, voor de rest was het gewoon party. Dus dat was altijd lachen. En toen ben ik bij Bertolf gaan spelen, want die kende ik al een tijdje. En die wilde graag solo gaan in 2009. Op Noorderslag krijgen vooral nieuwe artiesten de kans zich te bewijzen voor een groot publiek. Zoals Bertolf, ooit gitarist in de band van Ilse de Lange, maar nu solo. Die vroeg of ik bij zijn band kwam, dus dat. En bij Awkward Eye, een goede vriend van mij, Jurre de Haan. Die maakte hele mooie platen en dat was ook vanaf 2009.
En toen ben ik met mijn eigen plaat, mijn eerste plaat begonnen, Royal Parks. Die heb ik gemaakt in 2012. Toen dacht ik eigenlijk daarna, ja, toen donderde eigenlijk alles in elkaar. zoals het dan gaat, hè? Want dan moet je ineens zelf alles doen en zo. En het stomme was dat ik dacht, ik was tot nu toe altijd gewend van, nou, je maakt een plaat, dan doe je een tour, dan sta je op Lowlands en dan nou, maak je een plaat. Maar zo ging het dus helemaal niet. Dus toen werkte ik eigenlijk weer heel veel in de horeca. Wel losse dingetjes gedaan en zo, hoor. Maar toen dacht ik wel op een gegeven moment van, dit is het waarschijnlijk dan. Dat wordt gewoon kok en dan de rest maak ik af en toe eens een keer een plaatje of zo. Totdat de analogs mij redden van de vergetelheid. No, that's not the Beatles, it's the analogs. The analogs perform the legendary White Album from start to finish. Like Jeff Emmerich said, 10 out of 10, obviously. Ik ben als muzikant zeg maar een soort van opgevoed met het reproduceren van nummers. Dat is wat ik deed toen ik tiener was, toen ik piano speelde en gitaar speelde. Ik deed gewoon die nummers na. Totdat je op een gegeven moment kreeg je in de theaters dat sommige bands dan een soort van covers gingen doen. En dat werd, weet ik nog, eind jaren 90, begin 2000 werd er behoorlijk op neergekeken. Wat ik op zich wel jammer vond, maar ik snapte het wel. Want toen was het nog echt zo van, ja, en als je een echte muzikant bent, dan maak je je eigen ding. Of als je het dan covert, doe het dan helemaal op je eigen manier, want dat is cool. En anders is het alleen maar kopiëren. Nee, ik vond dat dus niet, maar dat was dan de tendens toen. Dus toen dacht ik, oké, goed, dat is dus klaar. Dat hele Beatles gebeuren, wat ik allemaal ken en zo, dat is prima. En op een of andere manier is dat dan blijkbaar zo in 2014 of zo. Ja, weet ik veel, begin 2010-achtig die jaren is dat dan weer een beetje dan opgepikt door muzikanten die dan wel serieus genomen werden of zo, weet ik veel. En toen werd het wel, of toen werd het in ieder geval niet meer heel uncool. Ik wil niet zeggen dat het heel cool is nu, maar het is in ieder geval wel geaccepteerd om te tributen. En dat heeft misschien ook wel te maken met dat alle originele artiesten die muziek maakten oud of dood zijn. En vaak niet meer kunnen wat ze vroeger konden. En dat je een soort gevoel aanspreekt om dat dan een soort van tot leven te wekken. Dus we waren met de analogs bezig. En ik had al een keer een toertje gedaan met Her Majesty. Toevallig Abbey Road. En ik kende die jongens ook. En toen hebben we één keer een sessie gedaan. Een Crosby, Stills & Young sessie. En toen waren we van plan om dat dan, weet ik veel, 20 keer in kleine theatertjes te doen. Must be because I had the flu for Christmas. It increases my paranoia. En toen op een gegeven moment belde Bart van Poppel. En die kende ik wel van klusjes die we hadden gedaan voor reclames. Want ik zong dan meestal 60s nummers die dan exact gekopieerd moesten worden. Dan maakte hij de muziek en dan zong ik het. En die belde toen op van, ja, of ik dat zin had om een soort Beatle band. En ik dacht, nou ja, oké, we kijken wel. Dus ik ben bij hem langs gegaan en vertelde hij over de plannen van Fred. Dus dacht ik, nou ja, alles is meegenomen, weet je wel. En ik zie wel hoe ik mezelf daar weer tussen frut en in een goede, betere positie manoeuvreer. Dus toen ging ik weer repeteren. En Rob van Nonselaar, die zat nog op de piano. Maar die is helemaal geen Beatle-man, wat dat betreft. En vond hij zelf ook. En, dus toen gaandeweg, toen stopte Rob ermee. En toen zei ik van, nou, anders, ik kan op zich ook, ja, weet niet wat je wil, hoor. Ik kan ook wel, oké, prima. Let me take you down, cause I'm going. Dus je zou kunnen zeggen, als je kijkt naar alle muziek die iedereen zelf heeft gemaakt, dan ligt die voor mij het meest in het verlengde van wat de Beatles hebben gedaan. Waarmee ik dan niet, weet je wel, niet om te zeggen van, oh, het is net zo goed als de Beatles, maar wel zo van, als je het klankpalet gebruikt, of het stem gebruikt, of de manier van koortjes, dat heeft toch waarschijnlijk ook iets te maken met altijd die behoefte tot analyseren van wat gebeurt daar, en dat je dat dan stiekem zelf ook doet. En dan, dan is de vergelijking wel snel gemaakt, snap ik wel. Ik denk wel dat het zo is dat Bart, hij is natuurlijk sowieso de musical supervisor. Maar hij is wel degene die als eerste aan de knoppen zit. En dan
Bart die belt dan op een gegeven moment mij op van... hey, kun je even komen luisteren wat ik heb en of jij nog iets hoort of zo. Zo gaat het meestal. En dan stiekem heb ik hem natuurlijk thuis ook al zitten uitzoeken helemaal. En dan, dus dan weet ik ook precies, weet je wel. Want het is heel lastig als je iets krijgt wat soort van soort heel schilderij is... en dat je dan moet zeggen welk geel stipje klopt niet, weet je wel. Terwijl als je dan zelf dat schilderij ook hebt ontleed... dan weet je welk geel stipje niet klopt. Dus zo doen we dat met de muziek ook. Alleen hoeft verder niemand te weten natuurlijk dat ik het zelf dan ook allemaal heb uitgezocht. We zijn natuurlijk allebei wel mensen die vinden dat ze het horen zoals het echt is. En dan zou je denken van, goh, wat gek, maar dingen zijn toch zoals ze zijn. Maar dat is niet zo. Mensen horen dingen op een andere manier. En aangezien niet, ja, we kunnen niet alles helemaal uit elkaar trekken bij de Beatles. Dus je moet af en toe gewoon gaan interpreteren. En dat doet hij anders dan ik. En hij zal vinden dat hij het beter hoort en ik vind dat ik het beter hoor. Maar ja, in ons geval is het gewoon zo dat hij de hoe heet dat zoiets? Musical director is, aangewezen door Fred. Dus dan is het zo dat de eindstem in principe bij hem ligt. En dan kan ik in principe op mijn kop gaan staan, maar dan ligt het toch echt bij hem. En daar kan ik inmiddels wel mee omgaan. Maar ik doe wel altijd mijn best om... Laat ik zo zeggen, ik ga nou niet inslikken wat ik zelf vind. Omdat ik denk, oh ja, en dan straks wordt hij boos of zo. Dat niet, maar uiteindelijk, op een gegeven moment moet ik wel denken van, nou prima, als je denkt dat het zo is, dan doen we het zo. En voorlopig hebben we nog geen klachten gehad. En ik bedoel alleen maar van echte, hele specifiek luisterende Beatle-freaks. Dat wel eens, maar goed. Dat hou je toch. Ook ik zal er wel eens naast zitten, denk ik. Ja, dat zijn altijd de lastige vragen. Wie van de Beatles? Wie is je favoriet? Toch wel. Ja, ik neig het meest naar Paul. Paul, omdat hij, denk ik, misschien ook wel omdat de manier waarop hij in het leven staat, denk ik, in ieder geval wat hij naar buiten toe brengt, dat is het meest bij wat ik prettig vind, zeg maar. Gewoon steady, rustig, geen gedoe, geen excessen, weet je wel, prima. Ik heb ook altijd twee idolen gehad, Johan Cruijff en Paul McCartney. Dat zijn allebei... Gek genoeg, nu achteraf gezien zie ik dat eigenlijk pas. Het is een soort van echte ultieme familie mensen. Voor wie familie belangrijker is dan carrière, succes. En stiekem wil ik dat dan ook of zo, denk ik. En dan, terwijl hij tegen de beeldvorming in was... Mensen denken altijd, ja, John, dat was de aparte en avant-garde, weet ik veel. Maar eigenlijk was Paul de eerste die daarmee experimenteerde. Met tape loops en kunst, weet ik veel. Eigenlijk veel meer dan John, die al heel snel thuis zat met een vrouw en een kind. En pas later uit met Yoko daarin is gedoken. Wat denk ik een mooie bijkomstigheid was die we niet voorzien hadden, is dat als wij dat dan live doen, wij wilden dat eigenlijk doen voor onszelf. En zo van, nou, leuk, het publiek, die kan dan een soort van meegenieten van de reproductie. Maar gaandeweg dat hele proces in die eerste jaren, merkten we dat er een soort van heel emotionele laag aangediept werd, aangeboord werd bij het publiek. Blackbird singing in the dead of night. Ja, het begon dus zo met Blackbird. Dat ik speelde net gitaar, denk ik net, weet ik veel, 2-3 maanden of zo. En dan speel je natuurlijk de eerste dingen die je dan leerde was The House of the Rising Sun. En voor het eerst kon je dan een F zo met 3 vingertjes, zo een beetje heel moeilijk. En toen ontdekte ik de White Album. En ja, dan kom je dus al snel bij Blackbird. En dat was echt zo. Voor mij de heilige graal. Van dit moet ik kunnen. Dit is gewoon mijn einddoel. En daarna kan ik in principe vredig sterven. Dus toen, gitaar ter hand. De oude Egmond van mijn moeder. En op mijn zolderkamer. Eerste noten, bandje zo. Oké, spelen. Bla, bla. Nee, blop, terug. Nou, zo echt zo met pijn in mijn handen en putten in mijn vingers. Zo die eerste paar noten gedaan. Maar ja, dan komt er dus nog 2 minuten nummer, zeg maar. Na die eerste paar noten. Dus dat heb ik wel tot bloedens toe gedaan. En toen, en ik weet ook nog wel dat ik toen dacht van... Jezus, man, als ik dit toch ooit eens in de vingers krijg... en dan helemaal nog niet doordenkend wat er daarna nog zou zitten. Maar
Toen had ik zeker niet gedacht dat ik dat 25 jaar later dan voor heel veel mensen dan echt live zou mogen doen. En ik ben wel heel blij dat ik die uren heb gemaakt. Blackbird fly into the light of a dark black night. Nou ja, dit is dus dan niet de echte gitaar, maar dit is eenzelfde type gitaar, Martin D28, waar Paul McCartney Blackbird op heeft geschreven en gespeeld. En wat ik zo mooi vind is dat je dus die opgaande baslijn hebt. Dus, en dan heb je dus de bovenkant daarvan. En dan gaat dan tussendoor, hoor je de hele tijd, die G doorklinken. Wat het een soort van, dat heet dan een drone. Dus je hebt de hele tijd, en ook bij dit stuk, hoor je de hele tijd doorgaan. Dus het is in die zin ook een totaal uniek nummer. Want er is niks wat er... En als er iets op zou lijken, dan zou het hierop lijken. Dus hier, weet je wel, er zijn natuurlijk 100.000 rock'n'roll nummers. Maar hier is er maar één van. En dat is... Ik geloof dat hij het heeft geschreven omdat het een soort van Bach-achtig ding. Wat ze altijd fout speelden. En dat was dan dit uit ontstaan. Maar voor, dan heb je ook deze. Dus dan heb je best wel grote sprong. Ja. Ja, het is gewoon, alles is gewoon gaaf aan het nummer. En dan dat... Fly. Ga je eigenlijk uit de toonsoort. Fly. Want die bass... Je zit niet in deze toonsoort. Ja, weet ik veel. Ja, het is uniek. Het is alsof het er altijd al is geweest. En het gaat bij mij nooit meer eruit. Ik vind het altijd, zonder twijfel, een van de 5 mooiste nummers aller tijden. En ik ben blij dat ik het redelijk onder de knie heb. En ik hoop dat ome Paulus nog een keer zegt... Goh, wat jongen, wat heb jij dat goed gedaan. Ja, nou, we hebben tot nu toe, wat ik altijd heel lastig vind, is de pianosolo's van bepaalde nummers. Onder andere die van Lovely Rita vind ik altijd heel lastig. En wat ik ook heel moeilijk vind is... die van Rocky Raccoon, die valt eigenlijk wel mee. Achteraf gezien, maar de echte bitch komt nog, want dat is namelijk In My Life. Daar zit dat hele dubbele piano ding in. En zal ik ons laten even laten horen hoe ver ik ben? We gaan nu kijken hoe ver ik ben. Nou ja, dit is hem. Oh, nog een keer, hier, daar ga je al. Oh. Nou ja, nou, we gaan gewoon door hoor. Godvertering, zo net ging je beter hè? Ik krijg wel eens het verwijt dat ik te veel het wil zoals ik het wil. Maar zo van jou, ja, ben je een control freak. Maar ik ben eigenlijk absoluut geen control freak. Dat kun je aan veel mensen in mijn omgeving vragen. Ik denk dat ik misschien, het enige waar ik control freak in ben, is dat ik vind dat als je pretendeert met een groep 100% accurate Beatles te doen, dat je ze ook 100% accuraat moet doen. Dus het gaat mij meer om dat je waarmaakt wat je beweert, dan dat ik snel. Ik hoef eigenlijk liever geen controle, want controle is stress over het algemeen en daar hou ik niet van. Dus ik heb het liefst dat iemand anders al die shit regelt. Maar als je wel vindt van nou, we gaan dit doen, 100%, dan moet je het ook 100% doen. Dus meer toewijding dan control freak. Ik ga nog één keer proberen. Ik kan het gewoon niet handelen dat ik dat dan niet kan. Man, ik voel me weer net alsof mijn eerste pianoles.